Bij design thinking zul je tegen het einde van de empathize fase en aan het begin van de define fase jullie inzicht in de doelgroep zo goed mogelijk willen samenvatten. Wat is er uit onderzoek gebleken? Wat zijn de precieze kleine inzichtjes die jullie hebben opgedaan tijdens het empathizen met jullie doelgroep? Natuurlijk is de humanizer degene die hierin voorgaat, omdat de humanizer zichzelf helemaal vereenzelvigt met de doelgroep, zich volledig kan inleven. Maar een methode kan daarbij ook helpen. Deze methode is de persona. In een persona vat je alle inzichten in jouw doelgroep samen op zo'n manier dat het lijkt op een echte persoon. Je zou bijna kunnen denken dat je een karakter schrijft voor een serie of een film. Meer dan alleen demografische gegevens of opleidingsgegevens, probeer je ook uiting te geven aan wat je weet over iemands dromen en iemands denkprocessen. Misschien voeg je een stukje dagboek toe van deze persoon. Of een chatgesprek met beste vriend of vriendin. Of. Geef je iemands Instagram of Facebook vorm en gebruik je een moodboard om dit karakter zo rijk mogelijk tot leven te brengen. Op die manier kan je goed naar anderen communiceren op wie jullie je richten tijdens het design thinking proces. Het kan zo zijn dat in een persona ook kleine tegenstrijdigheden zitten. Dat is juist een goed teken, omdat de persona een weergave van een echt mens zou moeten zijn en echte mensen in het leven ook tegenstrijdig zijn.